Hallo, ik ben Christel, welkom op mijn kanaal. Ik doe tarotkaarten, readingen, maar ik doe ook tarotkaarten laten zien. Dus als je erbij wil komen, graag word abonnee voor nog meer kaarten en nog meer readingen die ik gratis geef op mijn kanaal. En vandaag, ik had net al orakel van schade en licht laten zien van Lucie Cavendish. Maar deze heb ze ook gemaakt, dus ze heb ook de orakel van de verandering gemaakt, maar dit is de van Piers. Illustratie van Jasmine Beckett Griffith. En dit zijn 44 orakelkaarten met handleiding. En het is van Lucy Cavendish, dus. Dit is de achterkant. Ja, een beetje, het lijkt al een beetje, die poppetjes lijken wel een beetje op elkaar. Dit is het boekje. Weer hetzelfde verhaal waarschijnlijk. Ook weer de spreidingen erin. Wat spreidingen erin. Dit is een hele grote spreiding. Ja, de kaarten staan weer afgebeeld in zwart-wit. Nog weer twee pagina's. Soms drie. Soms drie pagina's. Ja, soms drie. Ja, ik doe ze meestal een beetje aankruisen. Welkom. Wat de tekst ik belangrijk vind, want anders ben je een tijd aan het lezen. Dus het is allemaal gladde kaarten, stevige doos. Maar dit zit er ook bij, zo'n kaart, als je het krijgt. Ja, en dit is de voorkant. Dus ja, gladde kaarten, ook weer best wel groot, ik kan ze net schudden. Dit is de buitenstaande. Dit is weer de Nederlandstalige versie. Schepper. Geloof. Oud. Extase. Opofferen. Liefde overwint alles. Eeuwige jeugd. Discipline. Hoop. Antiheld. Kennis. Getuigen. Bovennatuurlijk. Edelmoedigheid. Rebel. Verleiding. Natuurlijk. Het monster in je. Vroeg of laat komt de dood. Reden. Prooi. Ja, ook weer duister, een beetje duister kaarten, veel met doodskop en zo. Roep om hulp. Opstanding. Onsterfelijk. Overbrengen. Vrije wil. Maar in de... Maar en na de, moeilijke naam. Hevig verlangen. Hoffelijkheid. Verlichting. Verlossing. Jaloezie. Jager.
Rituelen bij de dood. Oorspronkelijk. Haar laatste dag in het licht. Nachtmerrie. Mededogen. Religie. De roep van de nacht. Verbrand door de zon. Gevangenen van het verleden. En overschrijden. Ja, het is best wel, dit is wel de heftigste, vind ik, de vampiers. En dan verandering uit minste zwaarste. En de schade en licht is ook al iets lichter. Dan deze best wel een heftige kaartendek. We moeten nog meer in oefenen en kijken wat ik ervan vind eigenlijk. Maar ik kon er goedkoop aankomen aan alle drie de sets, dus daarom had ik hem genomen. Maar ja, het is best wel heftige kaarten, en dus ik gebruik ze niet altijd. Hè. Dus ik moet kijken wat ik ermee doe en hoe ik ermee ga werken eigenlijk. Dus ja, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!